Hele goedemorgen. Oh, dus een high five gaat toch zo in de sport, ja. Ja, nee, ik was inderdaad gevraagd en ik had meteen ja gezegd. Ik moet eerlijk zeggen, ik wist nog niet van het tijdstip af. Dat hebben ze later heel subtiel gebracht. Maar goed, als jullie er zitten, dan zorg ik ook dat ik er sta. Ik wens jullie een hele goede en vooral een leuke dag ook met elkaar. En er was mij gevraagd om een mooi lied te zingen. Ik kan u nu al vertellen, ik heb het repertoire gehoord waar jullie straks op gaan spinnen. Dat is een iets andere leak dan het lied wat ik nu ga zingen. En ik zing dit lied. Ik heb het jaren niet gezongen, maar jaren geleden is het ooit voor mij gezongen door een vriendin. Omdat ik toen net iemand was verloren. Het is een lied dat gaat over hoop en het leek mij heel mooi en heel toepasselijk om daar deze dag mee te beginnen. En als het maar niet beter wordt en niks is wat het leek, de nachten zijn weer veel te kort en het leven ziet zo bleek. Het liefst zou je de strijd staken, dekens over je hoofd, of schreeuwen van de daken, er was mij zo'n beloofd. Licht uit, spot aan, vertrouw, laat gaan, de zon komt wel weer op. Vertrouw nou maar, het gaat vanzelf, de zon komt wel weer op. Vertrouw maar op je hartslag, op alles wat ik zeg. Soms kan het even duren, maar de zon is nooit ver weg. Groeit door beton, de maan kan op zijn kop staan, vanzelf komt die zon. Licht uit, spot aan, vertrouw, laat gaan, want de zon komt wel weer op. Kijk eens wat er voor je staat, Sid. Kijk eens wat er voor je staat. Dan moet ik... Je bedoel al die mensen? Maar, ja, al die mensen. Ja. Ja. Ja, ik ben nog een beetje in de war van het lied. Dat is echt zo mooi. Ja. Ja, goed hè? Ja, heel goed. Ja, heel bijzonder weer om het allemaal voor me te zien inderdaad. Ik vertelde net al tegen iemand die ik nu voor het eerst zag... Nou ja, ik denk al toch even terug aan 15 jaar geleden. Aan Joep, waar het begonnen is. En dat is natuurlijk bizar om je te realiseren wat er allemaal gebeurd is in die tijd. En mijn gedachte net tijdens het lied. Wij zijn als ouders doorgegaan. We hadden kinderen en we gingen door. Maar voor mij blijft altijd... ik wil zo graag dat de dood van Joep wat minder zinloos is. En het moment... Dat er dus ook, dat de kinderen genezen gaan worden, dat is het moment dat die zon echt doorbreekt voor mij. Ik hoop dat dat snel gebeurt. Ja, dus, maar mede dankzij iedereen hier natuurlijk zijn we zeker op de goede weg en zo moeten we doorgaan. Mooi. Ja!
Richard Zonnetal, Lichtduit Spontaan. Leontien, we gaan een beetje hier door de knieën, want kijk, hiervoor staan zij klaar. Kira en Renzo, want wij gaan het windlicht, zij gaan het windlicht aanzetten. En deze twee lichten blijven de hele dag met ons meebranden tijdens het spinning event van 2018. De lichten gaan aan. Twee absolute kanjers. En we zijn zo trots dat jullie deze lichten hebben aangezet. Wat het teken is voor vandaag. En dames en heren, jongens en meisjes, geef ze een daverend applaus. Kira en Renzo. Willen jullie hier bij ons komen op het podium? Willen jullie hier bij ons erbij gaan staan? Want jullie horen daarbij. Want wij gaan naar die allerlaatste minuut. Zijn jullie er klaar voor? Zijn jullie er klaar voor? De countdown is in werking. En dat betekent dat wij in die laatste minuut zitten. Richard komt er ook gezellig bij, want de klok tikt verder. En in eerste uur, oi oi oi, hij zit hier in het midden. Steek je hand op, Vincent. Ja, dit is een instructeur waar je denkt van ja, als je dan toch het eerste uur gaat beginnen. Afgelopen week was hij nog ver in het buitenland, kilometers aan het fietsen. Hij is niet echt een spinning instructeur, maar deze man, als deze man hier op een fiets zit, hebben we het absoluut over een bijzondere trainer. Een bijzondere trainer die mooie instructeurs naast zich heeft. En helemaal aan de buitenkant komt nog één man er zo dadelijk bij. Als het goed is, de bestuursvoorzitter van Villa Joep, Jos Huibrechts. Jos, kom er lekker bij zitten. De laatste 10 seconden. Tel met ons mee. Pistool gaat omhoog. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En dat betekent 8 uur lang. Vincent, het is aan jou. Zo, goedemorgen. Eerst uur van 8. We hebben ons spinning event 2018. Nou, het is een beetje te warmen. Mooi. Komt weer. Hey, is weer hetzelfde standstuk. Houd gewoon lekker op die 15 seconden, Sted. Zat aan de bar met een gast, een oude wijze man.
een paar dagen gehad. Dus pak het leven, pak alles en ga ermee op pad. Ja, handjes. En haar, zij, nou. Alsof het je laatste dag is, leef. Alsof het een mooiste is, staan en leef. Alsof het je laatste dag is. Position 3, spelen gestart.
stuur. Geef hem hier links van mij een David Blauw. DJ Koen, dankjewel Koen. Ongelooflijk zeg, wat een uur. Blijf lekker doortrappen. Blijf lekker zitten. Blijf lekker zitten, want het moment is bijna daar. Tot we bekend gaan maken wat op dag is. Blijf lekker doorfietsen. Fietsen, dat zijn mensen van 8 jaar. En dat zijn mensen van 80 jaar. En die inzet die is enorm. Sowieso. Al die partners, al die sponsoren, maar zeker ook al die mensen die je bij de entree misschien hebt gezien waar je geld gedoneerd hebt en die je eigenlijk de hele dag niet ziet. Maar ook de mensen van het taartenfestival, het geschenkenfestival. We zagen Jannie met die mooie knuffels, maar ook onze... Ja, tuurlijk, schiet nog maar een foto. Want die zijn natuurlijk ook de komende dagen waar jij op stond, want hij is heel veel in de zaal geweest, natuurlijk op onze social media. Maar dames en heren, jullie en ook jullie daarboven, want jullie moeten we absoluut niet vergeten. De beste supporters van Nederland, dank jullie wel voor jullie ondersteuning. Jullie laten het beest in deze mensen allemaal laten jullie los. Dank jullie wel. En daarom gaan we bewust niet iedereen één voor één gaan we noemen, want de één heeft de fietsen ter beschikking gesteld. De mensen hier van dit complex, maar uit het grond van ons hart hier allemaal, dank jullie wel. Ik doe vast de buiging. Dank jullie wel. Van het AMC, Guur Versteeg. En dan de man die de afgelopen jaren er absoluut altijd bij is, Jan Molenaar. Meneer Versteeg, dat zeg ik met heel diep respect en eer dat u er vandaag bent. Eigenlijk wel, zoals ik het zelf ook vind, dus, denk ik ook iedereen die hier zit. De oeronderzoeker van neuroblastoom kinderkanker. Als u dan vandaag, en ik zie wat u gedaan heeft. Als u dit zo ziet en dit zo meemaakt vandaag. Wat zegt u dan? Wat inspireert u dan? Fantastisch. Echt zo ontzettend goed. Ik vond het zelf een zalig laatste uur. Ik heb me heerlijk in zweet gewerkt. Maar ik bewonder jullie nog veel meer. Mag ik nog wat meer zeggen? Een paar woorden. Vorig jaar hebben jullie ontzettend veel geld opgehaald. Dat is afgelopen jaar keihard gebruikt voor neuroblastoomonderzoek. Twee groepen in Nederland nou, twee topgroepen. Jan Molenaar, PMC, wij in het AMC. We hebben neuroblastoom een paar ontzettende dreunen gegeven om zijn geheimen los te laten. Twee weken geleden stonden Jan en ik op het grote congres in Amerika voor kinderkanker. Ingevlogen. Een paar Europeanen waren daar. Jan hield een fantastisch verhaal. Ik hield een fantastisch verhaal. Nou, dat zeg je niet over jezelf natuurlijk. Maar we kregen fantastische reacties. We staan in de wereld. En dat komt door jullie geld. Nu hebben jullie hopelijk weer ontzettend veel geld opgehaald. Wij gaan het komende jaar neuroblastomen weer een paar ontzettende dreunen verkopen. De werkverdeling is heel simpel. Ik doe de linkse directe. Jan doet de rechtse directe. En we gaan er weer voor. Je bent de afgelopen edities, ben jij er hierbij, dan kom je hier op het podium. Maar als we deze verhalen horen, wij komen steeds met datgene wat jullie doen en wat wij doen om zo'n hele mooie check aan jullie te geven. Wij komen toch steeds dichterbij. We komen steeds dichterbij naar datgene wat je ook vol trots op je shirt draagt, die 100%. Ja, zeker, absoluut. We zijn er heel lang bezig geweest, al bij onze groepen met achterhalen hoe dat neuroblastoom nou precies in elkaar zit. En dat is heel ingewikkeld en dat blijft ingewikkeld en dan moeten we nog heel veel stappen maken. Maar we zijn nu ook begonnen met behandelingen geven aan patiënten op basis van het onderzoek wat door de filantropen gefinancierd wordt. Dat is voor het eerst dat we dat doen. Wat we in dat lab allemaal bedenken, dat we dat nu ook daadwerkelijk aan patiënten gaan geven. We hebben nu net de eerste patiënt in de wereld met een nieuw middel, venetoclax, zijn we gestart. Die krijgt dat nu. Ja, ik denk dat echt een hele grote stap is. En dat is wat we nu aan het doen zijn. We zijn het nu aan het vertalen naar de kliniek. Dat is wat er gebeurt. We weten steeds meer over hoe je in elkaar zit. En nu gaan we echt beginnen met patiënten behandelen. En dat is wat er gaat gebeuren. En ik vind het fantastisch dat jullie nu weer allemaal bij elkaar zijn om ons dit werk af te laten maken. Want het is nog heel veel werk, maar we gaan het nu afmaken. En dat is wat we gaan doen dankzij jullie. Ontzettend bedankt. Dankjewel. Mag ik jullie vragen om hier ertussen te gaan staan? Ga ertussen staan. Want dames en heren, is er keihard gewerkt door jullie? Ja. Is er de afgelopen maanden keihard gewerkt? Ja.
maar het blijft altijd spannend of we onszelf gaan overtreffen. Soms krijg je een klap en je hoort het, we zijn bezig met een linkse en we zijn bezig met een rechtse uit te delen. Maar de grote vraag is, door jullie inzet, door hun inzet, door deze inzet en al die andere mensen die misschien nu alweer naar huis zijn, hebben het voor elkaar gekregen om een bijzonder bedrag binnen te halen. En vaak zeggen we dan, hebben we die 100.000 gehaald, de ja of de nee. Zijn jullie er klaar voor? Zijn jullie er klaar voor? Kijk met het scherm mee, want wij gaan naar de bekendmaking van het bedrag van het spinning event. We gaan van achter naar voren. Kom maar op, wat gaan we zien? Wat gaan we zien? We beginnen uiteraard met de centen, 0. Kom maar, kom maar. Gaan we door. Want we hebben nog niks, we hebben nog niks, we hebben nog, kom maar, 200 euro. En dan gaan we verder. We gaan naar die 1000, 1200 euro. En dan het eindbedrag in 5, 4, 3, 2, 1, yes! Ja, jullie mogen elkaar ook omhelzen. Oh, wat mooi. Ja, dan ga ik toch Leontien erbij halen. Terwijl er gezoend en geknuffeld wordt. Leontien, kom je bij me. Hebben we hier die twee windlichten, hebben we hier aangestoken. Even voor 8 uur. Nu, 8 uur later. Keihard werkend later. Staat hij daar op het bord. 101.200 euro voor het spinning event 2018. Uiteraard is er maar één iemand die altijd het laatste woord heeft. En dat ben jij. Hij is voor jou. Ja. Ja, ik wil toch even terugkomen op wat ik vanmorgen zei. Want ik zei dat het lied van Richard zo binnenkwam. Omdat het me aan twee dingen deed denken. Dat het doorgaan na het overlijden van Joep 15 jaar geleden. Maar ook dat die grote droom van de dag dat er een patiëntje is, het eerste patiëntje wat overleeft in plaats van overlijdt door medicijnen die wij met name gefinancierd hebben. En ja, als ik dat verhaal van Jan dan hoor, en we zijn er nog niet, en er zijn nog geen kinderen die met een medicijn echt beter worden, maar dan denk ik dat is bijna eng dat het ja, echt dichterbij aan het komen is. En dat is waar we het voor doen natuurlijk. Dus inderdaad, het minder zinloos maken van het overlijden van Joep. En niet alleen Joep, want jullie hebben vanmiddag ook de ouders van Mara gezien. Van al die kinderen die overleden zijn en ook kinderen die het overleefd hebben. Maar waarvan de ouders hebben gezegd, we gaan iets doen, we gaan er iets veranderen en we zetten ons in voor Villa Joep. Dat is heel belangrijk, die ouders en die steun van iedereen die het zelf meegemaakt heeft. Maar gelukkig hebben de meeste van jullie het niet meegemaakt en toch doen jullie mee. En dat vind ik echt heel bijzonder. En niet 1 of 2 jaar, maar jullie doen er al die jaren al mee. En je hebt het ook van de onderzoekers gehoord. Zonder geld is er gewoon geen onderzoek en komen we ook niet vooruit. Dus ik hoop dat jullie begrijpen dat ik ontzettend dankbaar ben dat jullie hier allemaal weer geweest zijn vandaag. En dat wij door kunnen gaan met het mooie werk. En naar die patiënten toe die echt gaan genezen in plaats van overlijden. Dank jullie wel allemaal en ontzettend bedankt organisatie, iedereen. Ik vergeet dat nu allemaal, maar iedereen ontzettend bedankt voor vandaag weer. Dankjewel. Dames en heren, jongens en meisjes. Met een bedrag van 101.200, een diepe buiging. Dit was de power van het spinning event 2018. Dames en heren, geef ze nog een daverend applaus. 101.200. En om jullie met nog wat extra energie naar huis te laten gaan, geef ze nog één keer een daverend applaus, want zij willen nog wat extra energie aan jullie allemaal meegeven voor jullie diensten. Dank jullie wel voor jullie optreden. Maar ze zijn hier nog één keer. Geef ze een daverend applaus. Sanne Dammer!